Hoi, ik ben Sterre. Ik ben net zoals jullie ook patiënt in het Erasmus MC. Ik neem jullie vandaag mee naar de MDL. Ga je mee? Hallo, ik ben Sterre. Goedemorgen, ik ben Carla. Hallo, dokter Escher. We zijn hier nu in de wachtruimte van de volwassenzorg. En zijn er ook nog verschillen met Sophia? Ja, dat zie je eigenlijk al, hè. Het is hier wat leger, het is hier wat zakelijker. Geen spelletjes meer, geen leuke digiborden waar je mee kan spelen. Dus geen kleine rondrennende kinderen meer? Nee, dat niet. Oh ja, en één ding. Je komt hier ook geen klinieklown meer tegen. En heeft u nog aanvullingen? Zeg maar, Jor, als je wil. Ja. Wat ook anders is, is het aanmelden. In de centrale hal haal je je dagticket. En met het dagticket moet je je hier aanmelden. En dan weet de dokter dat je er bent. Dan moet je plaatsnemen in de wachtkamer en dan komt de dokter je ophalen hier. En je wordt ook niet altijd meer met je voornaam geroepen. Dus als ik mijn achternaam hoor, dan moet ik ook komen. Zeker, ja. En zijn er verder nog verschillen? Nou, alles lijkt hier een beetje op elkaar. Dat zul je straks zien als we naar de spreekkamers lopen. Alle deuren zien er hetzelfde uit. Zullen we eens zo'n spreekkamer gaan bekijken dan? Nou, dit is de spreekkamer zoals je ziet. Dat is wel weer een beetje anders, hè? Het is een beetje saaier, inderdaad. Je komt natuurlijk naar de poli, maar is het aantal keer dat je moet komen hier anders dan met het Sophia? Of hoe zit dat? Bij ons in het Sophia komen de patiënten 1 keer in de 3 maanden vast op hun afspraak. En hoe zit dat hier dan? Nou, bij ons kom je 1 keer in het half jaar, dus 1 keer in de 6 maanden. Als het goed met je gaat, hoef je maar pas na een jaar terug te komen. Als het wat minder goed met je gaat, dan kom je natuurlijk wat eerder. Dus dat wisselt een beetje. Maar dat is wel super fijn natuurlijk, want dan kom je zo vaak als nodig is voor jou. Ja, eigenlijk wel. En wat voor mensen zijn er nog meer bij de behandeling betrokken? En wat is daarin het verschil met het Sophia? Ja, in het Sophia hebben we de diëtist die standaard betrokken is. Dus veel patiënten hebben ook een dubbele afspraak bij de dokter en dan meteen bij de diëtist daarna. Hoe is dat dan hier geregeld? Nou, bij ons is dat geregeld eigenlijk op indicatie. Dus op het moment dat het nodig is, dan kunnen we altijd voor je de psycholoog aanvragen of een diëtiste. En als je dan ook minder vaak op de poli komt, zijn er dan ook verschillen met de behandelingen, zoals met medicijnen? Ja, met de medicijnen is het zo dat als je onder de 18 jaar bent, er wat minder beschikbaar is. En als je 18 bent geworden, wat meer beschikbaar. Dus dat is wel heel fijn. Super. En hoe zit dat met scopieën? Scopie is echt wel een verschil. Alle kinderen of jongeren onder de 18 die worden volledig in slaap gebracht voor een endoscopie. Die merken er helemaal niks van. En vanaf 18 gebeurt het toch op een iets volwassenere manier. Je krijgt een roesje, maar het kan zijn dat je wel wat merkt. En dat is een beetje anders. Maar er is heel veel hulp bij. Als je het heel erg spannend vindt, dan kan de IBD-verpleegkundige ook nog bij het onderzoek aanwezig zijn. En we kunnen je vooraf ook nog veel informatie geven. Dus dat komt helemaal goed. En in het Sophia krijgen patiënten hun infuus altijd op de dagbehandeling. Maar hoe gaat dat hier? Zijn er verschillen? Nou, hier heet het ook de dagbehandeling. We hebben alleen nog een beetje een chique naam ervoor. Want dat wordt hier de behandellounge genoemd. En behandellounge 4 en 5. En een van die twee lounges, daar krijg je infuus. En het verschil met het Sophia is dat in Sophia het infuus geprikt wordt op een aparte kamer. En hier wordt het gedaan op de stoel. En dan wordt daarna gelijk het infuus aangesloten. En we hebben het nu gehad over de verschillen. Maar zijn er ook overeenkomsten en samenwerking tussen jullie? Ja, wat fijn dat je dat vraagt. Want er zijn eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen. We werken heel goed samen met elkaar. En al vanaf de leeftijd van 16 bereiden we de spreekuren samen voor. Bespreken we alle patiënten. Met als doel om de behandeling zo vloeiend mogelijk op elkaar over te laten gaan. Daar doen we heel erg ons best voor. Super fijn. Ja, en wat belangrijk is om te vertellen is dat jullie en je ouders net zo welkom zijn bij ons als in het Sophia Kinderziekenhuis. Nou, dank jullie wel voor alle duidelijke uitleg. Ik heb nog wel een laatste vraag. Ja, in Sophia kan je contact opnemen via de Beter Dichtbij app. Maar hoe gaat het dan hier? Ja, bij ons gaat het contact wel wat anders. Want je bent nu natuurlijk 18, dus dan mogen we ook geen contact meer opnemen met je ouders, maar via jou. Als het zo is dat je klachten hebt, dan kan je ons iedere dag bellen. In ieder geval van maandag tot met donderdag, van 9:30 tot 11:30. En als je bijvoorbeeld een korte vraag hebt, dan kun je ons een mailtje sturen via de IBD-mail. Super fijn. Nou, heel erg bedankt. Dan, wie weet zie ik jullie nog wel.